denk niet dat omdat de grond zout is, je er niet op kan planten. Woorden van parlementariër Joan Wilson zondag bij de oplevering van de nieuwe dijk in Coroni. Ze doelde daarmee op de gronden die grenzen aan de zee. Wilson zei dat de achtererven van de mensen die aan de Atlantische Oceaan grenzen straks een toegevoegde waarde zullen krijgen. De parlementariër drukte de gemeenschap op het hart om de dijk te koesteren. Wilson zei verder dat de DR en RR-leden alle adviezen moeten meenemen wanneer ze plannen maken voor het district. Ga een beetje onderzoek doen en kijk wat we met die achtererven kunnen doen. Coroni is bekend om kokos. Bezoek het ministerie van LVV en vraag dat men het onderzoek doet of die bodem wel goed en geschikt is voor die kokos, want we zijn daarmee bekend. En wat betreft die dijk, mensen gaan niet zo staan. Toen het in aanbouw was, moesten een heleboel mensen van buiten Coroni die kwamen kijken, er afgehaald worden. Zoveel aantrekkingskracht had het. En nu? Mensen, toerisme, er is geld te verdienen. Ja, we hebben een hele geweldige aanplant aan mangroven met heel veel vogels die hier stranden. Maak er gebruik van. Ga in toerisme. Er zijn genoeg mensen die er geld voor willen betalen om dat alles te zien. We zien het al zomaar, maar het is niet zomaar. Wat we hier hebben is waardevol. Ook minister Jerry Miranda van Openbare Werken is de mening toegedaan dat de Coroniaanse gemeenschap de dijk moet koesteren en goed moet onderhouden. De bouw van de dijk heeft niet alleen veel tijd in beslag genomen, maar heeft ook heel veel geld gekost, zei de bewindsman. Maar we moeten ook realiseren dat natuurelementen niet op zich laten wachten. We kunnen gewoon soms niet teruggaan naar zoals het was. We moeten leren leven met hoe het nu is. En we moeten proberen het beste ervan te maken. Ik ben blij dat u heeft gezegd, het klopt inderdaad, 2 kilometer zoveel is weg. Zijn wij daar misschien grotendeels aan medeschuldig? Want hetzelfde probleem, en ik zou het moeten weten als minister Openbare Werken, hebben wij nu op weg naar zee. Waar hele delen van mangroven bossen gebruikt zijn om vissen te beroepen. Wat verwacht u dan dat de zee gaat doen? De zee wacht niet op ons. Ik ben blij dat die wetgeving, mevrouw Wilson, ben ik blij dat die wetgeving nu in de assemblee ligt om behandeld te worden. Ik ben blij met bepaalde toezeggingen die vanuit de regering gedaan zullen worden om te zorgen dat wij dit probleem indammen. Dat was OW-minister Jerry Miranda. Hij sprak afgelopen zondag bij de oplevering van de nieuwe dijk in Coroni.